Dag schoonheid, wat zie je er weer stralend uit. Royal Bee, vergeet je niet iets. Dank je, Candylicious. Als ik jou toch niet had. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Want het nieuwe refrein is nu eindelijk perfect. Ik ben hier zo klaar voor, Lone Star. Spring in de booth. Dit zal niet lang duren. Nou, het staat erop. Oh, gelukkig. Mijn stembandjes begonnen een beetje roestig te klinken. Morgen rond dezelfde tijd? Morgen? Natuurlijk. Oef. Hey, Queen. We zijn klaar om op te nemen. Schikt dat? Natuurlijk, Fame Queen. Ik ben er ook klaar voor. Dol op je enthousiasme. Wie gaat er eerst? Laten we beginnen met de drums. Jullie hebben haar gehoord, dames. Laten we rocken! Goed werk, iedereen. Ik denk dat er hier wel een paar hits tussen zitten. Wanneer nemen we de zang op? Ik heb geoefend op mijn rockster vibrato. Nou, ik ben morgen in de studio, maar ik... Perfect. Ik ben de hele nacht vrij, dus we kunnen opnemen zo lang als je wilt. Nou, oké. Oeh. Oh. De volgende keer moet je ons waarschuwen voordat je gaat, Royal Bee. Grappen werkt aanstekelijk. Sorry, het was een lange dag en nu ben ik toe aan een dutje. Maar je zei dat je vanavond met ons zou schilderen. Oh ja? Je hebt weer overal ja tegen gezegd, of niet soms? Nee, natuurlijk niet. Hé, hey, Honeylicious. Wacht, rustig aan. Aha. Oké, maar... natuurlijk kan ik morgenavond een presentatie geven. Stuur ze maar door. Ik ben gevraagd om een presentatie over muziekproductie te geven aan de Muziekwaardering Club. Morgenavond. Er ontbreekt nog iets. En nu dan? Het is een meesterwerk. Dit is leuk en ontspannend. Wil je geen lol hebben en ontspannen met ons? Dat zou ik wel willen, maar ik heb een presentatie te plannen. Veel plezier. Ze heeft vakantie nodig. Absoluut. Maar ze neemt er geen. Nee, ze verlaat het House of Surprises niet als iemand haar nodig heeft. Wat als ze niet weg hoeft? Wij kunnen de vakantie naar Royal Bee halen. Lone Star, waarom ben jij nu al in de studio? Ben ik te laat? Ik ben te laat. Uw ontbijt is opgediend. Ruikt heerlijk, bedankt. Oké, laten we wat zang opnemen. Juist, dat is vandaag. Oké, laten we beginnen. Ik heb inspiratie. Kunnen we alsjeblieft een nieuwe demo opnemen? Alsjeblieft. Laat maar horen. Voilà! We willen Royal Bee de ultieme thuisvakantie geven. Wauw, het ziet er top uit, Bibi's. Wacht, je hebt het beste nog niet eens gehoord. Wat is dat? Natuurgeluiden. Dat hoort ontspannend te werken. Wat vind je ervan? Ik ben ontspannen. Oeh,
Nu hebben we alleen nog onze eregast nodig. Tada! Welkom bij je thuisvakantie. Maar ik heb hier geen tijd voor. Het spijt me. Kom gewoon heel eventjes zitten. Omhoog met die beentjes. Je hebt je rust nodig en je voedingsstoffen. Drink dit. Maar ik ben in orde. En de muziekwaarderingclub kan hier elke minuut zijn. Ah. Zie je? Je hebt rust nodig. Maar ik ben niet moe. De presentatie! Dat was zo cool. Als ik een beat maak die ik leuk vind, wil je er dan naar luisteren? Tuurlijk. Kom langs wanneer je wilt. Hey Royal Bee, bedankt dat je Swag haar beats liet demonstreren. Ja, ze heeft ons wat trucs geleerd. We kunnen niet wachten om meer te leren. Zelfde tijd volgende week? Nou, misschien doen we dit eens per maand. Wat zeg je daarvan? Deal. Bedankt dat je dat voor me hebt gedaan. Het was leuk om de presentatie te geven. Je weet dat wij altijd klaarstaan om je te helpen. En je mag soms zelfs nee zeggen tegen werk. Ik kan echt wel nee zeggen. Ja, tegen leuke dingen. Maar iedereen vraagt een hoop van je, Royal Bee. En je zegt altijd maar... ja. Nee zeggen is een makkie. Kijk, dan doe je gewoon... nee! Nee, nee, nee! Bedankt. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Bedankt, Queens. Yay! Ben je klaar voor je thuisvakantie? Zo klaar. Wat is dat? Walvisgeluiden werkt ontspannend, hè?